Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt Constant Permeke opgeroepen als soldaat. Tijdens de verdediging van Antwerpen raakt hij ernstig gewond en wordt hij overgebracht naar Groot-Brittannië, samen met zijn hoogzwangere vrouw en zijn moeder. Op de top van een heuvel in Devonshire vindt Permeke een huisje waar hij zich kan settelen met zijn gezin. Hoewel hij nog steeds op krukken loopt, begint hij opnieuw grote doeken te schilderen. Hij maakt enkele indrukwekkende, bijna abstracte werken, waarin het landschap centraal staat. En het felle zonlicht domineert. De vormen en figuren lossen op in een warme gloed van geel, goud, oker en rood. Kleuren die ook herinneren aan de schilderijen van James Ensor en William Turner. Ook opvallend in deze landschappen is de horizonlijn die heel hoog staat of soms zelfs helemaal afwezig is. Constant Permeke verblijft intussen op het Britse platteland. Hier ontwikkelt hij een heel eigen beeldtaal die het lokale verhaal onmiskenbaar overstijgt.